In Nederland hebben we ongeveer 26.000 sportverenigingen. En toen tijdens de verschillende lockdowns de sportvelden en sportkantines gesloten waren, schakelden de clubs over op hun digitale kanalen. Ze vormden online sportclubs, ofwel virtual communities. Ons onderzoek richt zich op die virtual communities van de sportverenigingen en wat dat betekent voor het clubgevoel van de leden. Veel clubs schakelden over naar online trainingen. Daar werd massaal aan deelgenomen en die verliepen ook goed, alhoewel ze wel heel anders waren. Ook bleek binnen de clubs niet iedereen voldoende digitaal vaardig om dit goed te organiseren. Voor de sociale contacten tussen leden werden events georganiseerd, zoals pubquizzes en challenges. En die waren veelal competitief van aard. Ook vonden vergaderingen online plaats, bijvoorbeeld algemene ledenvergaderingen. Daar werd massaal aan deelgenomen, vaak veel meer dan in het clubhuis. Dat bleek praktischer en ook minder tijdrovend. Ook bleken de leden actiever deel te nemen en veel vragen te stellen bijvoorbeeld. Binnen andere clubs was de opkomst juist minder, omdat die leden vaak het sociale momentje in het clubhuis misten. Ons onderzoek laat zien dat sportverenigingen naast sportvelden en sportkantine ook een online club hebben, een virtual community hebben, die ze kunnen inzetten zoals ze dat het best past. Ons onderzoek geeft clubs ideeën hoe ze die virtual community kunnen inzetten en hoe ze daarmee het clubgevoel van de leden kunnen stimuleren. In vervolgonderzoek met NOC-NSF en enkele sportbonden kijken we naar hoe de online sportclub ontwikkeld kan worden binnen de georganiseerde sport. We hopen hiermee de sportclubs te ondersteunen. Immers, sportclubs hebben het moeilijk op dit moment. En door verder ontwikkelen van de online sportclub kunnen wellicht de sportverenigingen versterkt worden.